Jullie hebben 700 leden, jullie hebben nu drie velden, maar twee daarvan zijn aan vervanging toe. Waarom is dat? Ja, ze zijn tien jaar oud. Um, en uh, het waterveld van 10 jaar heeft zijn levensduur bereikt. Helaas uh, uh, afgekeurd omdat uh, ja, de ondergrond te hard wordt. Uh, en daardoor is het niet goed om op te lopen voor je knieën. Maar het kan ook gevaarlijk worden doordat de bal steeds meer. Gaat stuiteren, gaat stuiteren. Hè? En die harde hockeybal die moet eigenlijk vlak over dat veld heen rollen. Dat is een reden om af te keuren. Nu bestaat jullie vereniging inmiddels al 52 jaar. Jullie hebben een belangrijk aandeel ook in het bewegen. En ook sociale functie binnen de gemeente Lisse. Nu was er vanavond een beeldvormende sessie. Waarin ook uit werd gelegd waarom die velden aan vervanging toe zijn. Jij mocht ook nog een bijdrage leveren. Want jullie hebben een veel breder doel dan alleen maar het hockey hè? Ja, we zijn een familievereniging. En dat betekent dat uh, ouders met hun uh, jonge kinderen naar de vereniging toekomen. We uh, hebben trainers, we hebben scheidsrechters, we hebben team en coaches, uh, waardoor die kinderen, uh, als het ware, in een team uh, een, uh, een gezin uh, gaan vormen uh, en zo uh, het hockeyspel uh, leren en sportief bezig zijn. Um, en uh, wat wij ook nu zien, is dat uh, uh, de jeugd van vroeger uh, met hun eigen kinderen weer, weer terugkomen. We zijn een, 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 een vereniging natuurlijk waar resultaten uh, heel leuk zijn. Maar we vinden het veel belangrijker dat uh, iedereen zich veilig voelt. Uh, en zichzelf kan zijn en ervoor kan zorgen dat ze plezier hebben. Nu doen jullie binnen jullie vereniging ook al heel veel dingen met heel veel vrijwilligers. Hè? Pak een beetje 150. Vier jaar geleden hebben jullie met de gemeente, net zoals alle andere verenigingen bij het sportport te spekken... ook een heel stuk van de onderhoud naar jullie toegetrokken. En dat spaart eigenlijk ook weer de gemeente geld uit. We zijn effectief daarin. We proberen natuurlijk uh, te denken uh, via onze eigen kas. Uh, dus als het beter of goedkoper kan, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Uh, dus we kijken er op die manier naar uh, in mee. Maar we pakken ook veel dingen zelf op. Dus uh, we hoeven geen ovenier in te uh, uh, huren als we het aankomt op het maaien van het gras of het wieden van het onkruid. Hoewel dat best wel wat. Uh, uh, overtuigingskracht vraagt om mensen daarvoor te enthousiasmeren. Maar we doen dat wel. We waren vanuit uh, de commissie, naar na jou als voorzitter, een aantal vragen met betrekking tot ja, het gaat een miljoen euro kosten, wat dragen jullie zelf daaraan bij? Daar had je volgens mij best wel een goed antwoord op. Herhaal dat alsjeblieft nog eens. We hebben een traditie. Een traditie dat we inderdaad altijd als partner uh, uh, de samenwerking opzoeken met de gemeente. We realiseren dat het veel geld is. Uh, zo hebben we al in 1987 uh, het clubhuis van Lisse, uh, Lisse, Sporting Lisse gekocht voor 20.000 gulden, toen nog. Uh, maar bij de aanleg van het laatste veld heeft uh, Hisselis ook 50.000 euro zelf bijgedragen... Uh, om ervoor te zorgen dat dat waterveld wel gelegd werd. Wat zou het nou voor jullie als Hissalis betekenen als de raad niet die miljoen gaat toekennen... en daardoor een vertraging gaat ontstaan, zodat jullie volgend jaar twee velden te weinig hebben? Ja, dat is, een, dat is een zware steen die op mijn maag drukt uh, natuurlijk. Dat is een grote zorg. Uh, waar het op neerkomt is dat uh, ongeveer 35% van de leden... nog een plek heeft op één veld. Uh, dus voor 65% van de andere leden... hebben we eigenlijk niet een goed antwoord. Uh, daar kunnen er best een aantal van, uh, van blijven. Maar contributie is echt wel een, een impact op de portemonnee. Dus ik verwacht dat er zeker... 40 tot 50 procent van die leden zal weggaan. Omdat ze ergens anders ook kunnen hockeyen. Super jammer. Super jammer is dat. En dat betekent eigenlijk wel het einde van uh, de hockeyclub is. Dat is inderdaad dat is natuurlijk heel heftig. Het is eigenlijk code rood. Denk jij dat de raad anders gaat beslissen dan jullie gewoon toch die twee nieuwe velden gunnen. Voordat jullie ook volgend jaar met de competitie gaan beginnen. Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat ze mijn enthousiasme uh, als, een, als een soort virusje... Uh, uh, door zijn aangestoken en toch zien dat Hissel is voor Lisse, maar ook voor de omstreek, voor G-hockey, waar we een regiofunctie hebben, een rol van toegevoegde waarde heeft uh, in uh, de samenleving, in het, in het bindend zijn van sportief en vitaal blijven leven.